Ik vind het gewoon smerig. Don't give a fuck. Ik heb een beetje zo'n interview gevoel nu. Locatie is Waddinxveen. Waddinxveen? Ik weet niet eens waar het ligt. Oké. Okay. Object is scootmobiel. Onderwerp is paraglijden. Succes. Oh my god, paraglijden, scootmobiel en Waddinxveen. Hoi, mijn naam is Geronimo, ik ben geboren in Waddinxveen. Ik heb onlangs een ongeluk gehad op mijn scootmobiel. Ik heb onlangs een ongeluk gehad op mijn fiets. En mijn fiets die is totaal los. Kan er niks mee. Mijn fiets is niks mis mee, maar mijn knielag was echt totaal los. Ik kan er helemaal niks meer mee. Daarom zit ik nu ook. Normaal gesproken zou ik staan. Normaal gesproken zou ik liggen. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, het gaat op zich nog best wel oké. Het gaat op zich best wel kut. Maar daar wil ik niet te veel over uitweiden, want we zijn positief ingesteld. We zijn heel erg negatief ingesteld. Het is echt gewoon allemaal kut, het wereld vergaat. Waar ik het dus eigenlijk over wil hebben, zijn de gevaren van een scootmobiel. Ik wil het eigenlijk hebben over paragliden. Want paragliden is een sport waar ik eigenlijk niet zo heel veel van af weet. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is een sport waar ik helemaal niks van af weet. Het is een sport. Is het een sport? Ik weet niet wat paragliden is. Misschien kan iemand mij even vertellen. Maar weet je het echt niet? Ik heb geen idee. Wat is bij Wie is de Mol? Is dat paragliden? Ja. Oh, nu weet ik het ineens. Wie is de Mol? Geronimo. Nobody knows. We gaan het dus hebben over paragliden. En de gevaren van paragliden, stap 1, doe het nooit alleen. Stap 2, doe het... Oké, stap 0. We beginnen helemaal bij het begin, basic van basic. Paragliden, wat is het? Kijk, Wie is de Mol? Zoek het op Google. Pak een encyclopedie. Ik weet het ook niet, vraag het je moeder. Paragliden, heel leuk! Laten we het erover hebben. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar ik moet beginnen. Er zijn zoveel leuke dingen dat we erover kunnen vertellen. Namelijk, bijvoorbeeld, het gebeurt in de lucht, wat ontzettend fijn is. En met luchtstromen en zo kun je heel ver komen. Kun je best ver komen. Kun je helemaal niet zo ver komen. Waar je wel ver mee kan komen, is positieve instellingen. Waar je wel ver mee kan komen, is positief poten. Waar je wel ver mee kan komen, is een goede instelling. Een scootmobiel, idioot! Ga jij nu besluiten wanneer ik terugkom bij de scootmobiel? Ga jij nu besluiten hoe ik terugkom bij misschien een scootmobiel? Ga jij nu besluiten hoe ik mijn leven leid? Ja. Oké. Dus, waar je wel ver mee kan komen, is een scootmobiel. Namelijk die van mijn oma. Namelijk die van mijzelf. De bruine. De rode. De blauwe. Namelijk de roze. Die eigenlijk geleend is van Lente. Die eigenlijk van Lente is. Ik kan er niet veel van zeggen. Ze had een scootmobiel. Ik vond hem leuk. Ik heb hem gepakt. Ze had een scootmobiel, dus ik wou hem hebben. Waar ik het dus over wou vertellen, de gevaren van paragliden en de scootmobiel is namelijk de combinatie. Niet alleen de combinatie, het is ook het woord. De gevaren van paragliden en een scootmobiel gaat zo ver dat ik er alles over ga vertellen nu. Als je die twee aan elkaar verbindt en je gaat met een grotvaart ga je van een berg af, voor je het weet wordt die scootmobiel opgetild, maar een paraglider is daar niet op ingesteld en zakt dus naar beneden. Maar een paraglider is daar niet op ingesteld en gaat dus in één keer zo de hemel in. TV-programma's zoals Wie is de Mol maken daar graag gebruik van. TV-programma's zoals Lente maken daar graag gebruik van. Heb je geen dingen op? Voor je het weet ben je dus op 40 meter hoogte. Best wel gevaarlijk, zou je zeggen. Niks is minder waar. Wat doe je? Ga we gaan tussen verder. Voor je het weet zit je op 40 meter hoogte. Voor je het weet zit je op 50 meter hoogte. Hartstikke leuk. Voor je het weet... Oh. Voor je het weet zit je dus op 50 meter hoogte. En dan kijk je zo naar beneden en dan is alles... Okay. Waarom doe je dit? Gadver. Waarom? Omdat je zo beter uitziet, is iets intelligenter. Kind. Dat is eraf. En dan lijkt alles helemaal niet, want ik zie het nog afkomen. Kut. We weten nog niet wat paragliden is, jongen. En waarom je dat niet met een scootmobiel moet doen? Nou, paragliden is een sport.
Het wordt gezien als sport. Gadverdamme, ik heb gewoon zelfs nu spikkels op mijn tong. Oh ja, om terug te komen bij mijn knie. Waar het probleem is ontstaan, is dat ik het idee heb gehad om dus paraglijden met mijn scootmobiel te combineren. Mijn scootmobiel bedoel ik natuurlijk die van Lente, die ik gestolen heb. Te combineren. Dus wat heb ik gedaan? Ik zat bovenop een berg, Mount Everest, notabene. Boven bij de Himalaya was ik. Boven in Roermond. En dat is eigenlijk hoe het verhaal is ontstaan. Ja, je ging nog terug naar wat ik zei. Nee, maar daar was ik mee begonnen. Ik was er geboren. Je moet wel opletten. Je zei net, ik ga straks terug naar Waddinxveen. Ja, ik ga ook straks terug naar Waddinxveen. Ik woon er nog altijd.